Ja, het mag weer massaal en we doen het dus ook weer massaal. Kunst in het Volkspark moest door corona noodgedwongen pauzeren, maar staat dit jaar gepland op zondag 12 juni. Als het weer goed is en corona niet alsnog onrustbarende vormen aanneemt, wij zeiden net al deo voor lente, komen er duizenden belangstellenden naar het Volkspark, waar honderden kunstenaars en kunstmakers laten zien wat ze kunnen. De voorbereidingen zijn in volle gang en bij ons is de voorzitter van die commissie die dat allemaal in goede banen moet leiden, Jeroen Hatenboer, welkom. Ja, welkom. Wat een mooie introductie. Dank je wel. Hebben we dat een beetje overdreven of is dit wel een beetje zoals het is? Nou ja, we zijn natuurlijk gewoon heel erg gespannen omdat we 2 jaar niet gedaan hebben. En dan weet je niet of wat je in het verleden bedacht hebt in de toekomst nog past. En ik denk dat het gaat passen. We hebben in ieder geval nu al zoveel aanmeldingen dat we al de selectieavonden georganiseerd hebben. Aan kunstenaars bedoel je dan? We kunnen niet iedereen kwijt, dus we moeten gaan selecteren aan de poort. Nou, dat is op zich... Hoezo? Want ik ben er wel eens geweest. Er is nog wel een stukje Volkspark over, toch? Ja, maar het houdt ergens op natuurlijk. We hebben daar wel een discussie over gevoerd. Dit jaar hebben we overigens geen groot optreden van het Orkest van het Oosten. Dat komt volgend jaar pas weer. Dat paste niet dit jaar in de programmering. Dat is op zich wel jammer. Maar we hebben 3 podia gemaakt. Daaromheen alle kamer voor de kunstenaars. Er zijn plekken voor de... zeg maar voor de Enschedese ateliers en voor de kunstinstellingen. Ja, het houdt ergens op. Je moet ook je grens weten. Ja, ja. En dat is organisatorisch 175 vooral? Kramen vinden wij meer dan genoeg. voor wie dat niet kent, hè, dit concept, hoe lang bestaat het eigenlijk al? Dit is, moet ik even goed rekenen, de 26e keer. Ja. Anders waren we nu met de 28e keer bezig. Is dat ook telkens iets groter geworden? Of is dat anders? Ja, het heeft wel ontwikkeling natuurlijk doorgemaakt. Maar sommige dingen, er is altijd een hang naar nieuw en anders. En wij hebben eigenlijk een hang naar herkenbaarheid. Het moet laagdrempelig zijn. We willen een groot publiek bereiken. En dat lukt nog steeds. En dat doen we al dus meer dan 25 jaar. Lukt het ook om nieuwe kunstenaars enthousiast te krijgen om mee te doen? Dat is een van de redenen waarom we nu ook selecteren aan de poort. We willen natuurlijk ook vormen van vernieuwing. Mm-hmm. En we gaan bijvoorbeeld... morgenmiddag gaan we met de Enschedese professionele kunstenaars in gesprek om te kijken hoe we ook dat stukje nog weer wellicht wat anders in beeld kunnen brengen. Dus je moet wel zoeken naar vernieuwing ook. Ja. Zijn dit die mensen die daar hun kunst aan te exposeren, zijn dat allemaal professionals? Het gros is professional en er zitten ook semi-professionals bij. Kunst is nog steeds niet iets waar je helemaal van kan leven. Dus de groep die er echt alleen maar van kan bestaan is niet zo groot. Ja. Maar een deel wat hier komt is, die reist dit soort dingen af en heeft vaak eigen atelier. Dus zijn wel semi-professionele kunst. Ja, want het is niet alleen voor de leuk, toch? Als in, ja, weet je, je kunt daar rondlopen en je ogen uitkijken, maar het is ook een soort markt. Jazeker, er wordt ook echt verkocht. Ja. Het is om een breed publiek kennis te laten maken wat er al zo te koop is op het gebied van kunst. Sommige dingen zijn alleen maar om naar te kijken, zijn absoluut niet te koop. Andere dingen zijn gewoon ook echt om te kopen. Maar het gaat er vooral om dat je daar rondloopt en ziet van, deze wereld bestaat ook. Mm-hmm. En dat is gewoon heerlijk. En daartussendoor zijn podia met amateurkunst, professionele kunst. Zijn dat Enschedeërs die daar op bezoek komen eigenlijk? Ik denk dat 80% uit Enschede komt en 20% komt van verder. Ja, ja. En er komen heel veel mensen uit Duitsland. Dat weten we wel. Dus, wat ik voel een beetje af, is Enschede een beetje een kunstminnende stad? Het voelt toch een beetje als er wat... Over het algemeen wordt het een beetje higher society-achtige kunst. Ja, Enschede, past dat bij elkaar? Ja, ik vind zeker dat past. Als je kijkt wat er ook is, als je het Wilmink kwartier wat daar zit met het poppodium, met Metropool, met het Orkest van het Oosten, met de Reisopera. Of ik moet Fion zeggen tegenwoordig, het Wilmink Theater zelf. Ja. Enschede heeft een heel breed aanbod. We maken altijd, we doen de samenwerking met de WAC, de Werk van de Amateurkunst. Ja, als je dan ziet wat er allemaal is en wat er leeft. Ik denk dat een stad zonder cultuur geen stad is. Dus, mm-hmm. En Enschede is daar zeker in de regio een voorbeeld van. Hoe druk ben je er eigenlijk mee met het organiseren van zo'n evenement? We doen het met z'n vijven en we hebben Jolanda. En als we Jolanda niet hadden, kregen we het niet af. Ja, Jolanda brengt alles voor elkaar. Wie is Jolanda? Jolanda van Tellegen, die is al meer dan 10 jaar het organisatorische hart ervan. En daaromheen hebben we allemaal mensen die... ik mag dan de voorzitter spelen. Ik doe bepaalde dingen. Zo hebben we een beetje de rollen verdeeld. Maar je teert natuurlijk ook op de ervaring van mensen als Jolanda. Want we proberen het bestuur ook nog... We zijn net met een paar nieuwe bestuursleden weer. Dus zo probeer je het fris te houden. Na een paar jaar vind ik dat je weer weg moet. Hè. Dat geldt ook voor mij.
er moet ook een beetje vernieuwing in blijven. Dus, maar we kunnen dat met... Het is maar één dag. Het is maar één dag, maar goed, je doet met z'n vijven. Maar het is wel iets waar je het hele jaar af en toe druk mee bent. Ja, we vergaderen wel iedere 3 weken ongeveer. Ja, precies. Nou, ja. Nou, is dat gevaarlijk misschien om te vragen, omdat je dan zegt, ah, we vinden alles even mooi. Maar heb je zelf een soort van voorkeur? Ik heb zeker voorkeur. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk ding. Wat vind je mooi als je bij mij thuis komt? Het hangt redelijk vol met kunst. Ik heb 1 wand. Toen had ik daar 4 dingen op hangen. Maar ja, dan moest ik steeds wisselen. Dus ik ben lui. Toen heb ik daar 1 wand van gemaakt. En dat is ook een soort spiegel van de fases in je leven. Dus van wat je vroeger mooi vond en wat je nu mooi vond. En ik, ja, dat wisselt ook. Ja, dus, maar dat zijn schilderijen? Of? Dat is schilderij. We hebben ook een paar beelden en andere vormen van kunst. Maar als je op Kunst in het Volkspark komt, is juist het leuke als er zoveel is. Dan zie je dingen die je anders nooit zelf op zou zoeken. En kan je ook verbazen over dingen. Oh, is dit ook, het is ook kunst. Weet je, dat juist die tegenstelling moet er zijn. En als er voor iedereen wat wils is, dan is het ook een aantrekkelijk evenement. En tot nu toe komen er altijd meer dan 15.000 mensen. Dus ja, dan kan je zeggen. Misschien wel de meest suffe programmering die er is. Misschien is dat wel juist het compliment wat wij nodig hebben. We zorgen dat de basics goed zijn. Dat en de kunst verkoopt zichzelf. Ja, dat zou, zo zou het moeten zijn. Ja, ja. Ik moet heel even denken, Jeroen, ook aan... We zaten een keer eerder te praten over... en dat zou dan vorig jaar, toen ging het niet door. Maar toen was er nog een idee om het samen te doen met het circus. Ja, dat was 's winters. Wij wilden, nou ja, we hebben natuurlijk gezocht. Ja, als we nou helemaal uit beeld verdwijnen en dat kan maar steeds niet... Nou, toen hadden we bedacht, dan gaan we in de winter wat doen. Nou, dat hadden we ook georganiseerd. Ja. En dat ging ook niet door. Dan kwam corona. En we hebben nu onze focus op de zomer gelegd. We gaan deze versie gaan we goed doen. Ja. En dan gaan we kijken hoe we verder gaan. Want de gedachte die leeft is om samen met het orkest... Hè, dan echt in de orkestopstelling, volledige orkest... dan gaan we, moeten we het park ook anders indelen. Maken we een andere ruimte. Is er 's middags echt een groot concert ook. Dus we zijn bezig met de toekomst, met nieuwe dingen. Ja. En dan moet het terugkeren, toch? Een soort van seizoensgebonden? Nou ja, wat we graag wilden was gewoon ieder... quattro stagione, 4 seizoenen, altijd wat. En dan de ene keer bijvoorbeeld een nachtwandeling met kunst. De andere keer ontbijten in de zomer. Gewoon zeg maar het festival zoals het nu is. Maar of dat allemaal haalbaar is, is wel ingewikkeld. Want we krijgen van de gemeente wel subsidie. Maar dat is eigenlijk niet voldoende om... het hele jaar aan de slag te kunnen zijn. En met 5 vrijwilligers is dat ook nog wel ingewikkeld. Ja, dus de ambitie is soms net iets groter dan wat haalbaar is. Hoe probeer je de gemeente aan het verstand te peuteren... dat er meer middelen moeten komen? Of denk je dan van... de gemeente heeft beleid ontwikkeld. Nieuw evenementenbeleid. Wij vallen onder het evenementenbeleid, niet onder het kunstbeleid. Dus het wordt gezien als een evenement. En daar moet je voldoen aan vernieuwing en van alles en nog wat... Daar zijn we nu aan het kijken of we daar de komende jaren ook aan kunnen voldoen. Hoe kunnen we de vinkjes zetten? Ja, en het is ook veel werk. Vergunning aanvragen, subsidie aanvragen. Daar zit toch best wel veel werk en voorbereidingstijd in. Dus, ja. En we zijn een vrijwilligersorganisatie. Dus ja, daar wringt de schoen nog wel eens. Snap het. Op zich, ja, we krijgen nu €20.000. Als je dan ziet hoeveel mensen er komen, dan denk ik dat het zeker waard is. En je moet je afvragen of alles ook wel moet vernieuwen. Of je niet ook sommige dingen... een beetje zo nou ja, dat begon je te zeggen. We vinden het ook wel fijn om die herkenbaarheid te hebben. Ik vind dat dat eigenlijk wel heel goed is. Ja, ook dingen herkenbaar zijn. En als het voorziet in een grote behoefte. Waarom moet het al anders? Hè? Dus, deze zomer gaat het in ieder geval zo zijn zoals we dat gewend zijn. Ja, mooi weer is het altijd. Veel mensen, gezellig, mooie kunst, fijne muziek. Zondag 12 juni, wanneer gaan de poorten open? Om 11 uur dan is iedereen welkom. En om 5 uur bouwen we de tent weer af. Dus 6 uur lang. Dat is allemaal voor gratis, toch? Even allemaal voor gratis. Overigens, iedereen mag natuurlijk wel gewoon een gift geven. Hè? Dat is, we zijn aan het nadenken over hoe we nou vrienden van het kunsten in het Volkspark kunnen maken. Want dan wordt het ook wat makkelijker als iedereen, 15.000 mensen die allemaal een eurotje geven. Dat zou niet verkeerd zijn. Dat staat dan bij deze ook genoteerd. We gaan ons best doen. Dank. En succes met de laatste voorbereidingen. Zondag 12 juni, zon overgoten, vol met kunst, vol met mensen. Kunst in het Volkspark. Dank je wel.